Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. En de satellietfoto laat niets te raden over, want we hebben een zonnige dag gehad. Volop zonneschijn in een groot deel van Nederland, maar vanavond gaat de bewolking vanuit het westen toenemen, blijft nog wel droog. Tijdens de opklaring daalt het kwik halverwege de avond al naar 4 graden, maar veel kouder wordt het niet, want in de nacht neemt de bewolking toe. En dan kan er ook een spatje regen of motregen vallen, vooral in het noorden. het zuidoosten wordt het koudst, dan wordt het 2 graden. Kijk ook naar die wind. Aan zee neemt hij toe naar windkracht 7, morgen overdag naar windkracht 8 en dat is stormachtig. We moeten dan ook rekening houden met een zware windstoten in de kustprovincies van 80 of 90 km per uur. morgen van tijd tot tijd regen 9 tot 11 graden. Zaterdag gaat het veel harder regenen, dan kan er plaats zo'n 15 tot 25 mm vallen, opnieuw stevige wind 9 graden. Zondag waait het minder hard, maar helemaal droog wordt het niet, wel breekt heel af en toe de zon door. Ik ben Michiel Severin van weerplaatser.nl